Ja, maar wat doe je? Moet ik hier de camera voor aanzetten? Ja, stofzuiger. Ik heb een nieuwe stofzuiger. Echt kalo ziet. Niet gesponsord. Wat we vandaag wel gaan doen, is heel veel eten. Maar dat weet je niet. Oh nee, dat weten we helemaal niet. We gaan vandaag ons eten laten bestellen door andere YouTubers. En ons ontbijt is nu onderweg. Weten we door wie het besteld is? Ja. Dus gewoon bekende YouTubers. Bekende YouTubers, ja. Ja, okay. Niet fucking. Wat een kutzooi zeg dit. Of Ja, je kent het niet, dus ik heb ook niet opnoemen. Ja, precies. Ons ontbijt is onderweg. Ik moet even ook zeggen, we hebben geen idee wie het heeft besteld. We hebben geen idee. We hebben geen idee wie het heeft besteld. Heb jij besteld? Jij bent niet bekend. Oh, 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 oh. Nee, Milo is er ook niet bij. Nee, Milo die komt later pas in de video. Want die, wat had hij nou voor triest? Ja, weet ik van neuk of zo. Met neuk in Maastricht, want hij is 2 jaar samen. Ja, maar ook niet vandaag. Gisteren. Ja. Maar gisteren. Ja, moest hij vanuit Maastricht naar Amsterdam. Waarom ga je dan in Maastricht neuken? Je kan overal neuken. Ja, hoe lekker in Amsterdam. Ja. Is in Maastricht er misschien is hij zo'n soort bingo-kaart dat die provincies aan het afgaan. Hey, ik moet nog even poepen. Hey, Rob, ik heb goed en slecht nieuws. Je kan bij mij poepen, want ik heb een wc. En zeg nu, ik heb geen wc-papier, maar wel keukenpapier. Ik moet zeggen dat veeg wel minder lekker af, kan ik je vertellen. Het is ook zo'n tering zo in je huis. We hadden dit allemaal verwacht. Gewoon kwam het altijd door jou en nu is dit gewoon bevestigd. Ja, zal ik je vertellen hoe dat komt? Afgelopen zondag was ik dus bij mijn ouders en toen ben ik net blijven slapen. En toen op maandag was afval opgehaald, dus nu moet ik alles vanavond buiten zetten. Wat is dit? Dat deed jij ook in de Roon, deed het ook echt al. Of zou die vrouw die je net was er gedaan hebben? Welke vrouw? Vrouw? Ja, je moeder. Mijn honger en we gaan wassen om ons eten! Ik hoor die bezorgster zeggen, zo, u heeft een feestje denk ik. Nee. Het wordt een soort van eetwedstrijd hier ook gewoon. Ik heb wel oprecht nog niet gegeten. Ik heb ook niet gegeten, het is al 11 uur of zo. Ik heb wel gegeten, maar ik heb nog niet gepoept, dus ik zit wel vol. Oh nee. Niet echt lekker ontbijt. Oh, weet je wel waar dat van is, ja. Zijn niet eens ze hebben daar toch geen broodjes? Ze hebben alleen donuts. Ik heb geen flauw idee. Let's go, laten we het unpacken. Hebben ze donuts? Gast, ik heb hier de bon. Hoeveel is het? 2 keer Frosted Milky Heaven, 2 keer Snowman, 3 keer Sparkling Winterland, 2 keer Brownie Blizzard. Dan gaat het echt heel lang door. Met een totaal bedrag voor onze ontbijt van 203,90 €. Wie heeft dit besteld? Betaalt degene die besteld, dan betalen wij. Betalen wij! Giel heeft dit besteld. Giel. Wel 52 korting trouwens, dus shout-out naar Dunkin' Donuts. Maar ik zit even te denken van, ik heb hem ooit pizza's zien bestellen van Stefan. Hij is thuis. Giel, ik weet het zeker, hij is niet hier. Hij bestelt gewoon vanaf thuis, laat die allemaal zitten hier. Oh. Dus hij heeft ons nog gespaard. Maar hij heeft zeker meer dan 50 donuts. Laten we gaan beuken dan. Besef dat dit allemaal nog in jouw koelkast gaat staan de komende tijd. Je hebt echt heel veel donuts. Nee, we gaan het allemaal opeten. Gaan we op de bank zitten of aan tafel? Nou, ik eet mijn ontbijt meestal in bed. Nee, we kunnen toch met z'n allen gewoon bij jou lekker in bed zitten? Nou, is goed, gaan we even. Dit hebben we nog niet eens gezegd, want er waren dus 2 bezorgers, omdat het niet in 1 tas paste. Bezorgers! Ik heb nog best wel honger, dus ik heb best wel zin in zo'n dingetje. Oh, dit is echt pure eet. Zal ik Giel even bellen? Hey! Ik heb ook niet van de eten honger! Is het die Giel? Giel bellen. Ik dacht van... Die was echt leuk. Als je zelf had gemaakt, heb ik echt leuk gevonden nu dat hij zo doet. Wel leuk dat hij dan de eten voor ons bestelt, maar niet op. Zit hier nog wat in? Ik denk donuts. Dit is echt een hele dikke beukerbak, jongen. Nou, misschien belt Giel zo nog terug en dan nemen we op. Hey, ik heb wel oprecht zin in een donut. Ja, ik ook. Waarom? Zo, maar dit is een soort exclusieve donut. Ja, waarom zit die los verpakt? Nee, dat is ook niet de winterdonut. Zou dat expres zijn? Ah, ik word gebeld. Doet dit? Het is verschrikkelijk. Ik wil maar net de feestdagen hebben gehad. Besef, wij moeten er nu een paar opeten en de rest moet ik allemaal opslaan. Nee, je moet alles opeten. Ja, je moet wel alles opeten, ja. Goed, we gaan alles op. Moet je kijken. Happy 2022. Weet je hoeveel dat heeft gekost? Ja, dat weten we, ja. Maar dit is jullie ontbijt. Ja. Dit is al ontbijt, ja. Tering. Wat een kut zo. Nou, wij gaan maar beginnen en hopelijk zijn we morgen klaar. Ja, anders stuur me even een doosje naar mij toe, joh. Ja, is goed. Ik kan hem ook door je raam janken, als je wil. Nee, dankjewel. Wij gaan lekker eten. Hey, eet smakelijk. Stuur hem even heb je welke de lekkerste was. Dan weet ik dat voor de vorige. Ja, helemaal goed. Later. Peace dankjewel. Out. Yo. Jezus, wat een klootzak. En hier is de leukste Brabander op YouTube. Nou goed, tas toe zou ik zeggen. Ik zou zeggen, tas lekker toe. Volgens mij wil mevrouw Koekiemons wat zeggen. Dat meen ik. Ja. Als ik erbij pak, had ze wat zeggen. Het is een beetje verlegen. Heel veel Katjatmanus. Voor mij is het, hè? Waarin dan? Katjatmanus. Dat kan ik niet goed verstaan. Met jou praat ik de hele dag niet meer. Ze is een beetje geld. Oh nee. Wat is dit? Kut, hij is weg! Waarom doe ik dit? Kutzooi, waarom doe ik dit? Stel, je geeft dit aan iemand met obesitas, die gaat gewoon ter plekke dood. Oh, moet je nu even zeggen dat je niet zoveel moet eten als je... Ah, ja, cool. Dikke Vito, als je dit kijkt, en kijk ik trek van, klik dan nu weg. Als je wel normaal bent, kan je gewoon blijven kijken. Ik wil nog even iets zeggen, als je dit geeft aan iemand met diabetes.
Dat was het. Goed verhaal. Ik zit ook te kijken naar wat is eigenlijk uiteindelijk lekker. En als je dan goed kijkt wat erop zit, is niks lekker. Hoe vaak zou de Dunkin' Donuts bestellingen hebben gegeven van 203 euro? Bij Divi Move hadden we ook wel eens van die donuts. Dan gingen we naar gooien naar random voorbijgangers. Oh, 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 oh. Samson. Ja, hij doet meer zo, Samson. Als hij zijn mond beweegt, is zo. Ik weet niet, ik hoef niet meer, man. We gaan hier nu 185 euro aan donuts. Nee, daarom zou ik sowieso buiten uitdelen voor de video. Wil er iemand een donut? Volgens mij zegt iets, maar hij heeft een mondkapje op. Nee, ik hoef niet meer, man, maar ik heb er één op. Oh, en dan krijgen we straks de koude lunch. En ik heb er echt geen zin in, hou. Hoe doe je ogen eens dicht? Ik doe niks geks. Oké. Nu kan je me vragen stellen en dan ga ik allemaal eerlijk antwoord terug. Dat heb ik niet met kaasje. Ja, dat heb ik later gedaan. Oh ja. 2 hours later. Nou, heerlijk ontbeten. Op naar lunch. Volgens mij zat Koen op dit moment op de wc. Dus misschien wel in die toevallig, want daar eet ik mijn lunch altijd. Hey! Dezelfde bezorgers zijn weer voor de deur. Ze waren nog een doos donuts vergeten. Zijn we klaar voor? Nee, we zijn niet klaar. Wie heeft besteld? Wie heeft besteld? Stefan de Vries. Oh. Nee. 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 Dat kan toch dat niet? Dat kan nee. Niet. Ik ga geen fout doen. Nee. Dat kan niet. Is het toeval? Is het afgesproken? Nee, ik weet het niet. Bro, is dit het enige wat open is of zo? Stefan de Kolo Vries. Ja, het telt 4 euro. Een euro meer dan tevoren. Echt? En nu met Sprite erbij. Bro, we hebben dus 400 euro bij de Dunkin' Donuts. Besteld nu. Hé, hey, dit was 2 euro goedkoper. Want dan heb je 2,50 euro. Het is exact hetzelfde als net. Stefan heeft sowieso gezegd, bestel maar hetzelfde als de voorganger. Ah! We hebben 4 barkie aan donuts. Wat goed, Robert, hetzelfde als de voorganger. Ja, dit vind ik wel heel leuk, ja. Nou mensen, daar gaan we weer. Oh, het is weer Cookie Monster. Oh, die dag. Cookie Monster. Dat is weer dit. Dat is Cookie Monster. Heeft weer trek. Godverdomme! Nee. Rol niet doen. Cookie was weer uit zijn vermelsbak. Kan een soort discus. Oh. Hey, bijna op die vogel. Oh, je gooit hem echt ver. Zou die altijd op zijn decoratie landen? Hey, kijk die één. Die één. Die één. Ja. 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 Dat ja. Is een kiwi. Koevoet bedoel ik. Weet je wat ik weer? Meer koet. Dat gaat helemaal fout. Iedereen wil die donut. Zeg hoe snel die op is. Zullen we nog op aan het toe gooien? Zijn wij er vanaf? Yo. waar ben jij nou? Ik ben in een museum in België. Oh, de internet zijn niet zo goed. Hé, fuck you. Ja, en je wist het volgens mij al, maar als ontbijt hadden we ook voor 200 euro aan donuts. Echt leuk. Ja. We hebben voor 400 euro aan donuts. Ik ben benieuwd naar de video. Ja, dat komt helemaal goed. Dankjewel. Nou. Nou, echt naar mijn zin. Ah, vier. Ah, kut. Ik doe niks, hè, zwaartekracht. Ah, alles weer op de kalelklit. Ik krijg wel een beetje een suikerboost. Nou, het was echt weer lekker hoor, dit. Moeten we de lunch afsluiten? Nu al zin in het avondeten, misschien donuts. Nee, hierna krijgen we de snackronde. Snackronde? Ja, Robert, die is de snackronde. Nou, we gaan nu werken. Laten we dat eerst gaan doen. Werken? Ja, onze dag gewoon werken. Oh, ik dacht dat dit werkt. Oh, ja. En dan komt zo meteen de snackronde. Keukenrenovatie, verlovingsfoto's. Moet je ons iets vertellen? Op Pinterest. Ik wil eens mijn keuken renoveren. Ja, snap ik. Koen maakt dus nooit iets schoon, hij komt gewoon een nieuwe. Bro, hij zat vanmorgen zijn aanrecht te stofzuigen. Dit is geen grap. De laatste keer stofzuigen was toen je slagroom op ging stofzuigen. Ik ben er zo vies geframed, hou. Ook die ene keer met dat in Budapest waren. Ja, maar waarom heb je jou kwijt? In leven ben je dan geframed dat jullie twee. In Budapest toen zat Matt te filmen naar zo'n kont van zo'n vrouw van 80. En zei ik, gadverdamme, wat ben je aan het doen? Je bent zo vies. En toen zei Matt, doe even wat lekker mee. En nu is het alleen die film dat ik doe. Anton knipt dit, ik doe dat niet. Dus hoe reageer je op die kont? Gewoon initieel? Zo reageer je op die vrouw. Kaartje. We hebben een klein beetje een suikerdip nu. Nee, ik niet. Ik ben helemaal fucking Russian! We komen toevallig voor een... Coco de Snowman. Dit is letterlijk waar alles vandaan kwam, toch? Nee, dit is letterlijk die... Alles is leeg. We zijn toevallig voor een andere video onderweg in de stad. Oh, dit is nog iemand met een groot gebruiker. Hier komt hij langs. Maar... A few moments later. Nou, je zult je afvragen waar zijn jullie, maar dat boeit niet. Want ik heb zoveel trek. Ik heb alleen nog maar een paar fucking donuts afgesproken dat je ging zeggen waarom we hier zijn. Oh ja, oh ja. Want hier, we zijn hier ook een andere video aan het opnemen. Ja, tot 2000. Tot 2000. Dus je kent deze locatie. Ik eet normaal echt heel veel. Vandaag niet. Vandaag heb ik echt een paar ik bedoel... 2 bakken. 40 donuts op. Ik heb nu echt trek. Het is donker, maar het is wel pas 5 uur. Dus het is echt tijd voor een... Snackie. Goed, je goed. Hey, de kerstman. De kerstman? Hey! Ik heb voor jullie wat
wat snacks meegenomen, man. Bro, als dit alles is, kan je beter opdonderen. Oh, okay. Dan ga ik weer. De groeten! Ciao! Ik heb voor jullie echt lekkere snacks meegenomen. Zal ik het eens laten zien? Het is niet veel. Het is een kleinigheidje, want ik weet jullie avondeten komt nog. Ik eet dan wel gewoon met. Ik zit van nu gewoon in de video. Heb je wat voor jezelf besteld? Ja, ja, ja. Kijk eens even. Ik heb hier voor jullie. Maak hem maar eens even open. Wie is dat? Dat zien we vanzelf. Dat gaan we nog even bepalen. Oh. Oké, okay. Pick nuggets. Oh, natuurlijk het eten van hun stoker. Wacht even. Dit hoort niet bij ons. Ja, dat zijn we ook al besteld. Dit is voor de productie. Dit is geen kip hoor. Dit is vis of zo. Best wel zielig. Productie geen kip nuggets, man. Man, het ding is als volgt. Ik heb een paar dingen besteld. Ik dacht, het is leuk. Jullie ook wat meer cultureel te onderleggen. Ik bestel 4 maal falafel. En dan 1 keer een broodje frikandel erbij. Dan gaan we loten wie het broodje frikandel krijgt. Alleen die is niet gekomen. Dan hebben we alleen maar falafel. Falafel! Mijn reet! Dit is falafel. Dit is het ook. Dit is het ook. Dit is 4 maal falafel. Bro, dat doe je in een broodje met sla en knoflooksaus. Ja. Laten liggen. Ik zeg, we pakken allemaal een kut tent. Wacht even. Ik wil even kijken welk restaurant dit is. Waarom doe je dit nou weer? Het is echt smerig. Boys. 5 kaartjes. De laagste kaart mag niet mee eten. Degene die niet getrokken wordt, mag niet mee eten. Pak hem maar één. Dan hebben we al iemand die bijvoorbeeld 7 is. Pak maar. Die is 7. Ja, dat is... Oh, Rob mag eten. Maar dan ben je dus 7 als in, dan mag je falafel eten. Dat is helemaal niet per se heel... Ja, dan ben jij die smerige kutdonuts gaan eten. Ik ga nu pakken. Oh, lekker falafeltje. Linkse hoeven dit weer lekker natuurlijk, falafel. Pak mezelf even. Hupsakee. Oh, wat lekker. Nee, maar ik wil echt wel een falafel. Nou, laatste. Wordt het Koen of Milo? Pak hem zelf. Ik pak hem wel. Ik heb geen idee. Het wordt deze gast. Yes. Yes. Terecht, ik krijg niks. Ik krijg helemaal niks. Je moet van de lol die hele schuivers in 1 keer in je mond doen. Dat is zo droog. Dat krijg je op het einde gewoon niet weg. Maar Milo, geen zorgen. We hebben nog wat voor jou meegenomen. Wat dan? We houden een beetje van ons ontbijt over. Dus hier heb je van ons ontbijt. Doe maar open. Oh, chill. Ja, ik zal hem even bijpakken. Oh, dat is niet gek. Lekker, hè? Van onze lunch. We hebben ook deze nog. Lekker, hè? Op zich, als je mond verder open doet, moet dat makkelijk gaan. Dit is echt niet de kade, joh. Ik bedenk dus, ik neem falafel mee en 1 broodje frikandel en dan gaan we loten. Leveren is het enige wat we echt willen, leveren is het niet. Wanneer ben je voor het laatst een broodje frikandel gegeten? Ik wil nooit. Ja, vanochtend. Ik heb vanochtend. Oh, daarom zat dit er niet bij. Het is nu inmiddels 40 minuten sinds we de camera hebben uitgezet. Nee, broodje frikandel. Ineens komt hier iets binnen en het lijkt angstvallig veel op een broodje frikandel, moet ik zo zeggen. Hier. Maar die staan dus voor mij. Ik was er eigenlijk niet met de falafel. Eerlijk is eerlijk. Mannen, bedankt. Maar is dat samen 1 broodje frikandel? Zou je dat wel doen, Dixer? Ja, niks, hè? Ja, het is de kaart hebben bepaald, ik heb daar niet eens zelf voor gekozen. Broodje falafel. Ah, Mario eet geen vlees. Mario eet geen vlees meer. Huh? Dat is een baklava. Baklava? Dit is een heel nat broodje frikandel, die broodje frikandel. Hé, broodje frikandel. Het is wel een broodje frikandel. Ja, broodje falafel frikandel. Hé, lekker man, smakelijk. Het kan niet lekker zijn, dit. Dat is geen frikandel, broer. Die baklava is wel lekker, maar die is zo te zien al op. Ik heb net gepoept, dat zag ook ongeveer zo uit, dat rolletje. Wacht. Oh, diep trouw. Wat een lekkere banaan heb je daar. Oeh! Bestel ik niet compleet! Ineens random bedenken ze, oh die gaan we toch nog brengen. Na 40 minuten. Niet eens gebeld of zo van, oh sorry, we komen zo nog brengen. Niks. Waar heb jij je zin in straks, man? Eten, man. Want ik heb namelijk er niks op. Wil je broodje frikandel? Ja, lekker. Mag niet luisteren. Mag niet. Ik heb al gezegd dat ik hoop op zo'n zinne bak sushi. Rob, giet je met? Ik kon graag nog meer broodje frikandel. Ik denk dat we echt 20 Big Macs krijgen of zo. Maar wie gaat het bestellen? Ja, dat weten we niet. Maar ik denk dat het de grappenmaker is. Op wie hopen we? De Brad, man. Mensen zeggen wel ginger. Maar die is juist fucking stoer. Want je bent uniek. Dus niet meer pesten. Wie zal als nakken? Royalistic, denk ik. Royalistic, ja. Die stuurt gewoon niks. Je bedoelt de nieuwe ambassadeur van Ajax e-sport. Besef dat jouw club waar jij voor bent heeft Royalistic. Ik als e-sport af. Ik wel terug, je weet wel wat je nu voor een cadeau gaat krijgen als je jarig bent. Ja, wel ik heb zoveel trek dat ik aan twijfel om een donut te nemen, maar ik wil gewoon echt geen donut. Ja, nu heb ik je. Dit is onze. Nee, dit is een goede. Ik wil even aan jullie tellen. Squeak, man. Lekker! Ik kom niet. Uit te knijpen, ja. Mooi, dat is fijn op mijn hand. Precies. Deze toef ook nog. Oh. Oh, dit is zo lekker! Wil je ook nog even hieruit likken en dan op het broodje smeren met je tong? Ja. Zou dit het vieste zijn wat er is gebeurd in deze 1000 euro hotelkamer? Nee, zeker niet. Ja, nu weet ik het wel, hè. We hebben goed nieuws en slecht nieuws. It's showtime, man. Wat is het goede nieuws? Het goede nieuws is het avondeten is. Hey. Het slechte nieuws roer is er ook. Milo ook. Okay. Ik ben best wel een beetje kenner van de wereldkeuken. De eerste, welke YouTuber, Instagram heeft ons dit... Volgens mij Bram Krikke, maar dat productie heeft me dat niet verteld. Oké. Okay. Is het Bram Krikke? Bram Krikke. Hij had de tijd om dit voor ons te doen. Hey, shout-out Bram. Bram, echt tof dat je tijd hebt om dit te doen. Maar niet de afgelopen 4 jaar tijd gehad om een keer met mij af te spreken. Dat is meer een kwestie van zin, denk ik. Kom op. Hey, maar twee tassen.
nou mee? Ik heb geen idee wat het is. Ik heb volgens mij een keer hier gegeten met onze fiscalist bij een Somalisch restaurant of zo. Somalisch restaurant? Holy shit. Een soort kippenvel. Mango steen. Die neem ik. We hebben kukkebad, marcella injera, aubergine kal, marcella injera en bayaya yenut combo voor twee. Ik denk dat Bram jezelf oprecht gewoon vaak eet. Dat vind ik dan wel echt een fijn. Mango steen. Dit is ook zo'n handdoekje die je dan kan gebruiken na het poepen. Moet je eens voelen. Dit voelt als een olifantenrug. Dat is een beetje zelfs oude oma oksel. Zo voelt hij ook. What the fuck? Kijk nou. Hoe is dat zwart met pitten? Hey, ik hoor trouwens net, het is dus niet Somalisch, maar Zuid-Afrikaans. Zal ik even proeven? Linzen, lekker man. Oh, de aubergine. Brian. Neuvenboden. Hey, niet gek hoor. Wat ziet er aan uit? Oh, die nasmaak. Oeh. Een soort slangenvel. Yeah. Weet je wat wel lekker is? Film is Milo. Je moeder. Hey, we hebben het eten binnen. Het is echt fucking smerig. Kijk nou. Dit is Afrikaans hoogstaan. Kijk nou, dit is zo'n kleed. Warm deken. Dit is hartstikke lekker, man. Zeur niet. Milo, wacht even hoor. Hoe smaakt de... Het mango steen drankje. Oh ja, super lekker man. Dat is echt lekker. Mango steen. Hier, zie je wel. Het valt hartstikke mee, jongens. Oh. Eet smakelijk en geniet ervan. Ja, dankjewel hè. Nice. Nou, en laat wat over voor mij. Oh, die gele is wel lekker. Maar wat heeft hij gedacht om hier te komen? Deze gele? Die is niet gek. Ik ben benieuwd hoe die Brabander, die boer, hier dit gaat lopen eten. In principe Zuid-Afrika of Zuid-Brabant is natuurlijk niet heel te pakken. Het is Noord-Brabant. Rob, je moet niet dat brood is heel vies. Het enige waar je mee kan eten, dus we hebben toch een probleem nog. Ah, maat, die structuur van het brood is zo... Structuur. Structuur. Structies, man. Ik vind het brood wel lekker. Het is gewoon poef, man. Oh, het is gefermenteerd zuur brood. Ja, fuck man. Het is gewoon beschimmeld dus eigenlijk. Milo, heb je gehoord hoe het brood wordt gemaakt? Om injera te maken, meng men bloem met water en laat haar... Die structuur is gewoon niet oké, okay, nee. Ik had dus dit gegeten met heel veel vlees, dat was best wel lekker. Ja, ik heb geen vlees. Dat weten we. In je broek. Als je daar problemen mee hebt. Oei. Mijn voorhuid ziet er ook zo uit. Zo helemaal. Ze hebben jullie vriendin die 2 meter. Was Ik draai ze altijd extra dik, weet je ook. Doei, even kijken, dat is weer leuk. Doei. Zal ik hem vangen met mijn mond? Ja, is goed. Lukt niet.